twijfel is wel onderdeel van iedereen. Iedereen heeft wel eens twijfels, maar je moet je wel bewust zijn dat ze veel invloed hebben. Ik ga wat vragen stellen aan Frank Ruursing over ondernemen en over twijfel. Hoe zorg je dat je onderneming beter loopt en wat kun je eraan doen? Als je als ondernemer echt verbonden bent met datgene wat je wilt, wat je wilt toevoegen aan een ander, is het ook veel makkelijker om daarna de stap naar een ander te zetten en ook echt je product te gaan verkopen. Op het moment dat je nog twijfelt over datgene wat je aan het doen bent, is het ook veel lastiger om echt daadwerkelijk te gaan verkopen. Mohammed Ali, misschien wel degene die het echt uitgevonden heeft en veel toegepast heeft, was als geen ander in staat om eigenlijk de wedstrijd al te visualiseren voordat hij in de ring stond. En dat visualiseren, en hebben we van een duidelijk beeld, helpt ongelooflijk in het realiseren van je einddoel. Dus eigenlijk bedoelt Frank te zeggen, als het ware, focus te hebben op je doel, oftewel een goede voorstelling te hebben van wat je doel is. Hoe ziet jouw onderneming eruit over 1 jaar en hoe wil je dat hij eruit ziet? Dus eigenlijk bijna moet je een soort oogkleppen opzetten, toch Frank? Je moet een beeld hebben. Je moet een beeld hebben, geen oogkleppen. Een visie. Een visie. Dus ondernemers, een visie is enorm belangrijk. Die visie is niet alleen voor je klanten belangrijk, maar ook gewoon voor jezelf. Je moet dat beeld, dat plaatje in je hoofd hebben en met dat beeld moet jij de toekomst ingaan. Succes!